Het is nu 5 jaar geleden dat ik via het internet, via Google, gekeken heb. En toen kreeg ik Geert in zicht. En dan heb ik besloten om toch in eenmaal die reis te doen voor 5 dagen. Samen met Geert en andere mensen. En het is zo goed meegevallen dat ik direct alles besloten heb om het te laten doen. Ze hebben overal nieuwe kronen gestoken, van onder en van boven. Dus, en ik ben er heel tevreden van. Nee, ik heb nog nooit bang geweest van een tandarts, maar hier heb ik wel een heel veilig gevoel. Voor mij is het hier wel perfect om naar de tandarts te komen, maar ik had ook geen bang daarvoor. De eerste maal dat ik hier bij de Mooie Glimlach kwam, samen met Geert, hebben wij enkele uitstappen gedaan naar de watervallen. En hebben wij ook de kust gedaan. Dus we hebben wel een beetje gezien van het mooie land Kroatië. 5 jaar geleden ben ik hier toegekomen met Geert. Dan hebben wij die minitrip gedaan met 8 onbekende mensen. En uiteindelijk heb ik daar 2 heel goede vrienden aan overgehouden. Die wij nu nog steeds zien. En waar we samen met op vakantie gaan. Ook hebben wij nog een heel goed contact met de verantwoordelijke Geert. Hij is subliem voor deze kliniek, ook voor zijn patiënten. Je kan er eigenlijk niks aan misvragen. Het is een topper. Ik kan enkel maar de mensen aanraden om tot hier te komen in de Arena Kliniek als ze een behandeling voor hun tanden willen hebben. Want de service is hier perfect. De hygiëne is optimaal. En ik kan eigenlijk niks slechts zeggen over het personeel, ook niet over Geert, over de tandarts is een prachtige man, ook zijn assistenten. Dus ik heb eigenlijk geen enkel negatieve reactie. Dank u wel.